is de grootste vraag, hoe krijgen we die mensen er ooit bij? Dat is zelf zegt, ik haak naar, hoe lang al af? Dan zeg maar, er zit een codewoord midden in het filmpje en als jullie weten, krijg je iets leuks. Nee. Zullen we dat doen? Ja, dat wel. Nee, ja, een giveaway. Als je in de comments, ja, als je in de comments iets onthoudt wat wij in minuut 15 zeggen, dan geven we iets. Nee, je moet gewoon zeggen van midden ergens in het filmpje hebben we een codewoord en we zeggen dan wat het codewoord is. En als je dat in de comments laat weten, nou dan dit of dat. Want dan gaan mensen niet doorspelen, dan gaan mensen blijven kijken. Ze klikken toch zelf op dit filmpje? Ze willen toch iets weten van Impuls? Ja, maar kijk, maar iedereen weet dat mensen gaan wegklikken en dat vind ik het nou laat. Ik ga er gewoon vanuit dat ze dit volledig zien. Maar als we toch al begonnen zijn. Kijk, kinderen gaan dit niet kijken, maar het is bedoeld voor ouders. En ouders zijn wel het is bedoeld voor kinderen, want ouders boeien niet wat wij iedereen, doen. Het is bedoeld voor iedereen die iets van Impuls wil weten. En als ze dit hebben gezien, dan is het doel van de voorlichting dat ze een helder beeld hebben en nog meer nieuwsgierig zijn dat ze al zijn. Oké, kinderen haken af, ouders die blijven wel kijken. Ja, wij gaan ervoor zorgen dat wij met z'n vieren zorgen voor een goede voorlichting. En jullie, alvast welkom bij de voorlichting, want we zijn al begonnen. We zijn zeker al begonnen. Dit was natuurlijk een heel stukje van waar het voor Impuls voor gaat. Ik vond dit wel interessant van... Ja, waarom maken we deze video en hoe zorgen we dat mensen deze video ook echt goed gaan zien? En het gaat eigenlijk om de grootste keuze van waarom kies je voor Impuls? En ik denk dat wij allemaal voor Impuls gekozen hebben, anders hadden we niet op Impuls gezeten deze voorlichtingsvideo te maken. Ik ben wel benieuwd naar jullie, stel je kort voor en vertel waarom je voor deze school hebt gekozen. Dus geen voorkeur, pop maar op als je wil uitleggen waarom heb jij voor Impuls gekozen. Mij wordt aangekeken. Ik ben Meerte. Ik zit in het tweede leerjaar van Impuls. En ik heb 2 jaar geleden voor de school Impuls gekozen. Omdat toen ik hier binnenkwam, toen vonden we het al heel vertrouwd eigenlijk. En de sfeer was heel fijn. En ik vond de manier van werken op deze school veel fijner dan op andere scholen. Oké. En heb je de keuze na de zomervakantie opnieuw gemaakt? Ik denk, ga er toch maar weer heen? ik dacht met enige twijfel. Nee. Ik had er weer zin in. Je had er zin in? Ja. En je vindt het fijn om hier weer te zijn? Ja, zeker. Kijk, dan gaan we gaan we het rijtje af. Ja, is goed. Ik ben Tigo. Ik zit in leerjaar 3 van Impuls. En ik ben hier gekomen omdat de werksfeer is hier hartstikke leuk. Gewoon een gezellige school. En gewoon leuk. Oké. Dankjewel, Tigo. Nou, ik ben Anne-Marie. Ik zit in klas 1. En ik heb voor Impuls gekozen. Omdat, dit is gewoon een hele andere school. Het leek me leuk om te doen. En ik had niks met andere scholen. Dat is een goede klik, maar wat vond je daar zo echt anders dan anders aan? Nou, sowieso, ik vond hier de werkmanier heel anders. En ik vond sowieso, op sommige scholen had ik niet echt een fijn gevoel. En hier had ik dat wel. Hier had ik wel zo'n gevoel. Je dacht, hier wil ik naartoe fietsen. Elke ochtend, en dit voelt goed. Nou, ik ga met de bus. En met de bus? Waar kom je vandaan? Vlaanderen. Jij komt uit? Leeuwarden. Jij komt uit? Welke niveaus volgen jullie? HAVO. Ook HAVO. VWO. Oké. Dus we hadden zo'n VWO-T-leerling kunnen ook voor Impuls kiezen. Ja. Ik switch de camera even, om mezelf kort voor te stellen. En dat duurt altijd eventjes. Ja, daar was hij. Ik ben Ralf, ik ben schoolleider van Impuls en als docent maatschappijkunde actief. Ik heb 15 jaar geleden voor Impuls gekozen. Het is 15 jaar geleden. Omdat ik het leerlinggestuurde projecten heel interessant vond. Hoe kan je leerlingen laten leren vanuit iets wat ze zelf interessant vinden? Hoe kan je aansluiten bij wat ze zelf tof vinden en daar leerdoelen aan hangen? Sindsdien heb ik eigenlijk steeds weer opnieuw gekozen voor Impuls. Ook voor het team van Impuls. Omdat we altijd met elkaar op zoek zijn naar hoe we de school beter kunnen maken en kunnen versterken. En eigenlijk elke paar jaar weer denken van hoe zorgen we ervoor dat we niet vast blijven zitten. Maar steeds weer nieuwe dingen ontdekken met elkaar. En ik voel me hier ook ontzettend thuis. En elke ochtend als ik hierheen fiets, dan heb ik daar zin in. En ook als ik wegfiets, dan denk ik, ik heb weer een mooie dag achter de rug. Wat kun je verwachten in deze voorlichting? Wat wij willen in deze presentatie, is dat jullie na deze presentatie een helder beeld hebben van de werkwijze van Impuls. Je kan hem later nog terugkijken of weer terugzoomen, zeg maar, wat je wil bekijken. En we willen dat de werkwijze van Impuls gaan uitlichten met praktijkvoorbeelden. Dus leerlingen van Impuls aan het woord laten om te vertellen... Hoe werken we, wat doen we en wat zie je ervan, van wat we met leerlingen afspreken? Daar hebben ook ouders een belangrijke rol in. En we willen zorgen dat je een goede eerste indruk hebt, die je helpt om een afweging te maken of je onderdeel van Impuls wil uitmaken. En eigenlijk dat het belangrijk is, meer nieuwsgierig bent naar Impuls. Dat je er nog meer van wil weten, dat je onze website bezoekt, dat je ons Instagram bekijkt. En dat je eigenlijk denkt van hoe ga ik de keuze voor een middelbare school goed maken.
We hebben de mogelijkheid om vragen voor jullie te beantwoorden. Dat kan je doen in de comments van deze video. De leerlingen zullen de vragen ook beantwoorden. Dus dan gaan we vragen van, ja, deze leerling vraagt iets, wat betekent het eigenlijk? Daarnaast is het natuurlijk mogelijk om onze doelmeerdagen te volgen. Nou, was het mogelijk om onze doelmeerdagen te volgen, want ze zijn stampvol. Dus je kan je niet meer bij aansluiten. Maar er komt vast een voorlichtingsronde nog, die je bijvoorbeeld online kan volgen. Of een talkshow nog, die de ontvangstcommissie aan het voorbereiden is. Een van de dingen die belangrijk zijn van Impuls te weten, is eigenlijk in de notendop de drie belangrijke dingen die op Impuls het startpunt zijn van hoe we het onderwijs vormgeven. Het eerste is samen leren, samen leven. We geloven erin dat als een leerling met plezier naar school gaat, dat hij beter in zijn vel zit. En die belofte, als we daarin geloven, als dat de manier is hoe we ons onderwijs inrichten, hoe zie je dat dan? Dat als je goed ergens goed in je vel zit, als je het samen doet, dat je dan beter te leren komt. Zie je dat ook? Ja, door de positieve werksfeer op Impuls denk ik wel dat je sneller een concentratie hebt. En ja, ik denk wel dat dat beter is voor je en voor je werk, zeg maar. Als ik dan zeg, leerlingen voelen zich thuis op Impuls. Herken je dat beeld dan? Ja, zeker. Ik vind ook dat het een meer vertrouwensgevoel geeft. Want de leraren noemen wij niet bij bijvoorbeeld mevrouw de Jong. Maar wij noemen gewoon bij de voornaam. Dat geeft dan een veel fijner gevoel. En het is echt heel gezellig. En hoe is het contact met andere leerlingen, met andere leerjaren bijvoorbeeld? Ja, heel goed. Ik heb ook veel vrienden uit de ouderejaars. Ik zit in het huis ook heel veel met derdejaars of soms ook al vierdejaars. Met hun vind ik het ook super gezellig en ik kan ook veel van hun leren. En hun ook van mij, dus dan is het weer, ja. Je bent net nieuw op Impuls. Hoe is dat voor jou? Hoe je onderdeel van Impuls bent geworden? Nou, sowieso in het huis, dat heeft voor mij een hele grote rol gespeeld. Want, je hebt dan de coachkring heb je eigenlijk wel ontmoet. En dan door setting en community en dat soort dingen, dan ontmoet je de tweede, derdejaars en zo ook nog wat. En dan, dat vind ik wel gezellig en zo. Dus dat zorgt ook voor een betere sfeer. En ben je als eerstejaars leerling goed ontvangen door Impuls, door de leerlingen en door de docenten? Ja, ik vind het wel. Ja. Ja, want het werd allemaal heel goed duidelijk gelegd en nog steeds. Ik weet eigenlijk, je weet natuurlijk niet gelijk van wat alles is, sowieso. En bijvoorbeeld in het huis, als je dan met je huiswerk bezig bent of zo, ouderejaars willen je daar ook mee helpen en je kan altijd wel aan iemand vragen. Oké, tof. Nou, voor docenten is het denk ik ook zo dat ze niet constant als een soort waakhond door de school moeten lopen om leerlingen aan te spreken op hun gedrag. Maar dat we van elk jaar afspreken hoe willen we dat we de schoolregels vormgeven. Wat vinden we belangrijk? En dat noemen we onze klaag en jubel. Waar we afspraken maken in hoe we samen leren en samen leven in de school. Daar is veel tijd voor om te zorgen dat iedereen zich hier thuis voelt en zichzelf kan zijn in de school en om de school. De tweede pijler van onze visie op didactiek is het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Hoe zie je dat vakdocenten dat doen, dat ontwikkelen van kennis en vaardigheden? Heb je daar een voorbeeld van? Eigenlijk niet. Nee? Wat bedoel je? Hoe zijn de vakdocenten bezig met de kennis en vaardigheden? Hoe ontwikkel je dat? Hoe zie je dat? Hoe zien docenten dat jij moet leren in de lessen? Je hebt elke periode een nieuw IOP. En soms vragen de leraar ook wel van, wat is jouw individueel leerplan? En dan proberen ze je daarmee te helpen. Dus dat ze je daar ook soms aan aanspreken. Van, weet je nog dat dit je IOP is? En dan helpen ze je daar heel goed mee om je doel uiteindelijk te bereiken. Oké. In die kennis en vaardigheden is het zo dat in de coachleerlijn het zichtbaar is. Maar ook in de vakken. Dat elk vak een eigen plan heeft om te zorgen dat leerlingen zich ontwikkelen in de school. Het derde is vertrouwen en verantwoordelijkheid. Dat leerlingen iets te kiezen hebben. Dat ze uiteindelijk niet alleen maar doen welke koekjes de docent ze geeft, maar dat ze ook leren koekjes te bakken. En dat ze leren zelf keuzes te maken. In hoeverre ervaar je dat, Diego, dat je zelf keuzes mag maken? We hebben heel veel vrijheid bij de vakken. Dus als je bijvoorbeeld mensen, natuur, natuurkunde onderwerp neemt, dan mag je zelf bepalen hoe je dat zeg maar gaat invullen. Dus je mag een filmpje maken, een muurkrant, een presentatie. Als je maar zeg maar bepaalde leerdoelen behaalt. Het is wel heel erg vrij en ik denk dat dat ook wel iets is wat uniek is bij ons. Dat je autonomie hebt en dat je niet alleen maar, hè, net zoals de rest van de bus, dezelfde opdracht doet, maar dat er naar je geluisterd wordt om te kijken, maar wat past dan bij jou en waar loop je tegenaan? Dat we ook zeggen, elk kind een eigen plan. Een individueel leerplan waarin we kijken, hoe sluiten we het beste aan bij wat een kind nodig heeft? Dus die drie leerlingen op een rij, die ook verschillend zijn. En de overtuiging is dat je moet kijken van, hoe sluit je aan bij de ontwikkelzone van elk kind?
En ook van elke volwassene om te zorgen dat ze in ontwikkeling komen. En als je allemaal dezelfde opdracht krijgt, is dat eigenlijk niet eerlijk. We zouden moeten zorgen naar meer maatwerk in het aanbod, maar ook duidelijkheid in hoe je tot leren komt. Hoe pak je dat eigenlijk aan? Dat zie je dan bij coaching goed terug, waar we later nog wel over gaan hebben. Een leerling van Impuls kan kiezen, als hij een VMBO-T, HAVO of VWO-advies heeft. En leer 1 tot en met 4, 5 of 6 zit in één schoolgebouw. Dus je komt op Impuls binnen als leer 1 leerling. Je gaat er ook weer uit met een diploma VMBO-T, HAVO of VWO. Dus gewoon in één schoolgebouw. Als alles goed gaat. Nou, daar gaan we dan maar vanuit. Daar komen we zeker nog op terug. Een mooie manier om naar de ontwikkeling van leerlingen te kijken is het dwarsdoorsnede van de rivier van het leren te zien. En dat wij geloven dat het startpunt vaak is om te kijken naar de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. Van waarom kiezen ze wat ze doen? Hoe leren ze zichzelf goed kennen? Dus bij coaching in leer 1, 2 en 3 gaat het vaak over de thema's. Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? In het boek van Foppe de Haan kwam wat toevallig nog langs dat hij zei als hij een nieuwe club aan het trainen is, dat hij ook heel vaak de vraag stelt, hoe kan ik leerlingen daar goed in, hoe kunnen ze zichzelf beter leren kennen en ontdekken hoe ze tot ontwikkeling komen. In plaats van dat je begint met kennis en vaardigheden aanleren waar een leerling nog niet op zit te wachten. Wat we ook zeggen, soms weet een leerling heel goed wat en hoe hij dat moet doen, maar kiest hij ervoor om het niet te doen. Gaat hij liever met Fortnite of met spelletjes bezig in plaats van met de kennis voor het vak of de opdracht voor het vak. En wat wij dan zeggen, probeer te onderzoeken waarom een leerling niet in beweging komt. En zorg voor verbinding tussen de drie lagen van de dwarsdoorsnede van de rivier. Dat leerlingen zien dat ze door goed te weten wat ze willen, makkelijker en sneller vaardigheden en kennis ontwikkelen. Dus je kan wel zeggen van plannen is belangrijk, maar als je je niet houdt aan de planning, dan heeft het plannen helemaal geen zin. En leerlingen komen niet binnen als planwonders, maar het is onze opdracht om leerlingen goed voor te bereiden en leren impuls beter en ook zichzelf en de werkwijze goed te leren begrijpen. Dus je hoeft niet binnen te komen als een soort planwonder en iemand die heel extravert is en goed kan communiceren. Maar juist dat je dat bereid bent om te leren op impuls. Nou, we hebben al heel veel gezegd en nu willen we eigenlijk meteen door naar de praktische zaken. Geef ik ook het woord aan Tycho. Tycho, neem ons eens mee in hoe een week op impuls eruit ziet. Nou, eigenlijk is de week van impuls niet heel bijzonder. Alleen beginnen wij 's ochtends met 2 vakken. Dat is opgedeeld in 2 blokken. Je begint altijd om 8:30. En dat is altijd. Dat verandert nooit. Dus ook niet als er iets uitvalt. Want eigenlijk valt er binnen impuls nooit iets uit. Omdat of er wordt vervanging gezocht of je gaat aan het werk op je huis. En die dag die loopt dan tot 3:55. En dan ben je uit en dan stoppen de lessen. En dan kan je ook nog kiezen om naar plusuur te gaan. En binnen die tijd wordt er 4 vakken aangeboden. Zeg maar, begin van de dag heb je coaching, community of setting. En dat is voor de eerste pauze en na de tweede pauze. Dat kan je zien in de presentatie. En dan na de grote pauze, zeg maar, heb je 2 vakken. Dus dat kan verschillen tussen mensen, natuur en mensen, maatschappij. Of Nederlands en wiskunde. Nou ja, goed, dat verschilt. En dat is eigenlijk elke dag hetzelfde. Oké, heb je iets op aan te vullen? Ik heb dan ook nog huistijd, zeg maar. Oh ja, huistijd, ja. Dat... En wat doe je daar? Daarin kan je ook gewoon aan je huiswerk werken. En dan heb je dus geen les. Je hebt 1 keer in de week heb je dan geen les. En dan ben je met je huiswerk bezig. En lukt het ook goed om in die huistijden, dat je in die ruimte aan het werk bent, om met je huiswerk bezig te zijn? Ik vind soms dat het, soms werkt het nog wat beter dan als je 's ochtends op het huis zit. Want dan kan het 's ochtends heel druk zijn. Maar eigenlijk als je huistijd hebt, dan is het rustig. Omdat je, dan ben je een van de weinige kinderen die er dan zit. En kan je op school je werk afmaken wat je voor school moet doen? Of moet je veel thuis werken? Eigenlijk heb ik tot nu toe bijna niks thuis gedaan. Hoe is dat voor jou, Tycho? Kan je veel op school je werk afmaken? Of moet je veel mee naar huis nemen om daar af te ronden? Nou, eigenlijk, in principe zou je alles op school kunnen doen, tenzij jij zelf de verkeerde keuze maakt. Dus eigenlijk is het heel erg aan jezelf. Op school is de ruimte om het zelf te doen en gewoon alles binnen school te maken, zodat je thuis lekker kan gamen of wat je dan ook maar wil.
Maar je kan ook op school gaan gamen. Maar ja, dan moet je al je huiswerk mee naar huis nemen. Dus ja, die keuze is in principe aan jou. Maar ja, goed, het is natuurlijk niet de bedoeling dat je gaat gamen op school. Nou, dat kan heel gezellig zijn, want je zegt al de drukte. Maar je hebt met z'n allen wel te zorgen dat je je dingen af hebt. Ja. Hoe is dat voor jou? Kan jij op school je dingen doen die er van je verwacht worden? Ja, in de les heb je ook altijd minimaal een half uur tijd om aan je huiswerk te werken. Dus dat vind ik heel erg fijn. En er zijn wel eens periodes dat het super druk is. Maar dan heb je, heb je ook heel veel huiswerk. Dan heb je in de les misschien een kwartiertje uitleg. En voor de rest heb je alle tijd om daarmee te werken. Dus ik heb nooit dat ik thuis nog uren bezig ben. Al was het vorig jaar wat anders in coronatijd natuurlijk. Maar nee, ik vind zeker dat je daar wel genoeg ruimte voor krijgt hier. Oké, wat goed. Als je kijkt naar de verschillende dingen die in deze sheet staan van de PowerPoint. Zie je dat we een vast weekrooster hebben, zoals Tycho ook al zei. In het vaste weekrooster zie je dat we van 8:30 tot 2:30, 3:55, een vast aanbod hebben. Dus leerlingen hebben dan 90 minuten lesaanbod per vak per week. En ze kunnen dan een plusprogramma hebben. Een plusprogramma kan, zoals je al zei Tycho, kan je vrijwillig voor kiezen, maar kan ook verplicht worden. Als je resultaten van een bepaald vak tegenvallen, dan kan de docent of je ouders kunnen zeggen van ja, het is verplicht om daaraan deel te nemen. En dat is helemaal geen keuze, want we vinden dat je rond dat gebied, rond Nederlands of wiskunde, meer tijd aan zou moeten besteden. Maar het plusprogramma komen we straks nog op terug, omdat er ook andere activiteiten in zitten, rond leefstijl, rond theaterlessen, die we extra aanbieden vanaf 2:55. En er is een breed aanbod, ook in huiswerkbegeleiding, die we in die blokken neerzetten. Nou, de ontwikkeling van leerlingen kunnen leerlingen en ouders volgen in SOM. SOM hebben ouders geen toegang toe, maar leerlingen wel om te laten zien hoe zijn mijn resultaten per vak. Haal ik daar voldoende op? Score ik boven niveau of onder niveau? Een kind kan op impuls per vak op een ander niveau volgen tot en met leerjaar 3. Dus in leerjaar 3, dan pas daarna starten de examenroutes. Maar tot die tijd kan een kind van mensen en maatschappij of Nederlands op een ander niveau werken. Dus het doel is natuurlijk om binnen je diploma te halen op het niveau waar je mee binnenkomt. Maar we dagen leerlingen uit om daar het maximale uit te halen. Te kijken wat past eigenlijk goed bij mij. En welke examenroute ga ik na 3 jaar goed in. Elke 10 weken zijn er voor leerlingen portfoliogesprekken. Dat zijn gesprekken tussen kind, ouder en de coach. Om terug te kijken op de ontwikkeling en weer vooruit te kijken. Dus hoe gaat het met jou in de school met vriendschappen? Maar hoe gaat het ook met de resultaten? En welke doelen stel je jezelf op basis van de reflecties die je maakt? Nou, dat mooie stukje is dat je elke vrijdag ook van ons een update krijgt. Van wat heeft er zich allemaal in de school afgespeeld. Heb jij een voorbeeld, Mirte, van hoe dat eruit ziet? Dat is het weeknieuws, noemen we dat. Daar krijg je elke vrijdagochtend een mail. En dan zien er nieuwtjes die in de school zijn. Of belangrijke mededelingen. Bijvoorbeeld dat we een keer eerder uit zijn. Er staan ook allemaal wisjedatjes in. Dus leuke dingen die je nog niet wist van impulsen van andere dingen. En ik vind dat altijd wel heel leuk om te lezen. En ik leer er ook wel veel van. En de communicatie is om te zorgen dat het laagdrempelig is. Het is in coronatijd soms best wel moeilijk om te zorgen dat de ouders in de school komen. Maar dat ouders eigenlijk de ruimte voelen om de school in te lopen wanneer ze vragen hebben. Of als ze betrokken willen zijn. Maar ook dat we veel laten zien over wat we doen en hoe we dat doen. We nemen jullie even mee in wat de verschillende dingen in de school betekenen. En dan beginnen we bij coaching op impuls. Dan gaan we helemaal de hoek in daar. Hoe ziet coaching op impuls er precies uit? Nou, je zit sowieso in een kring, dat zie je ook op het plaatje, maar we zitten in een kring en dan ga je, je coachkring, dat is een groep eigenlijk, niet je klasgenoten, maar dat is dan een andere groep dan je klasgenoten. Daarmee zit je dus in die kring, samen met je coach en dan... Dat verschilt per coachkring, wat je dan allemaal doet, ook wel een beetje. Maar ja, je hebt het over allemaal dingen ook. Hoe is het contact met jouw coach? Ja, goed. Ja? En ja. Hoe coacht hij jou om te zorgen dat jij met je doelen bezig bent? Want hoe ziet dat eruit? Je bent heel veel bezig gewoon met ook de... Aan het begin van het jaar waren we heel veel bezig met sowieso de... Omdat we elkaar nog niet kenden. Waren we bezig met de groepssfeer opbouwen. En hoe is de groepssfeer nu in de coachgroep van jou? Heel gezellig. Dat is goed zo. Ja. Er zitten 15 leerlingen in die coachgroep. En dat wil ik zeggen, hè, een coach is onderdeel van een hechte coachgroep. Er zitten VMBO-T-leerlingen in, HAVO-leerlingen en VWO-leerlingen in. En dat is 1 aanspreekpunt voor ouders. En hebben je ouders al een keer kennis gemaakt met jouw coach? Ja, het is een portfolio-gesprek. En hoe ging dat gesprek? Wat kan je je daarvan herinneren?
Nou, ik vond het eerst wel spannend, want het was mijn eerste portfoliogesprek. En uiteindelijk vond ik het wel leuk. En op zich ook wel prima dat ik het had gehad en hoe ik het heb gedaan. En zie je ook dat ouders dan goed weten waar je op school mee bezig bent en hoe jij jezelf ontwikkelt? Ja, dan, maar ik heb eigenlijk, als ik thuis ben, dan heb ik het er heel vaak met mijn ouders over. Oké. Tigo, hoe is dat voor jou, de portfoliogesprekken die je nu moet doen? Je hebt al wat meer vlieguren gemaakt. Je hebt er al zo'n 13 gehad. Hoe is dat voor jou, zo'n portfoliogesprek? Ja, een portfoliogesprek is eigenlijk een beetje een reflectie op de periode die je hebt gehad. Want op Impuls werken we per jaar met 4 periodes. Een periode duurt een bepaald aantal weken, ik geloof een stuk of 10 weken. En na elke periode ga je reflecteren. En tijdens coaching hou je dan een portfolio bij. En daarin stop je de dingen waar je trots op bent en je coachactiviteiten. En ja, eigenlijk alles wat met jouw leerproces te maken heeft. En dat ga je dan zeg maar aan je ouders en je coach presenteren. En dan ga je dus eigenlijk kijken en reflecteren hoe het gaat op Impuls. Oké. En er staat dan bijvoorbeeld bij je, leerlingen leren om zelfsturend te worden. Hoe ervaar je dat dan, Mirte? Hoe leer jij zelfsturend te worden? Zelf keuzes maken in wat je moet doen en hoe je dat moet doen? Je krijgt heel veel vrijheid inderdaad in de keuzes die je maakt. En ik leer, toen ik eerst op Impuls kwam, toen dacht ik, oh, veel vrije tijd, huistijd, lekker op telefoon. Alleen je leert vanzelf ook wel van die keuzes die je maakt, dat je daar thuis, dat je dan denkt van, oh, shit, ik had toch die andere keuze moeten maken. En telkens, als je die verkeerde keuze maakt, dan ga je daarvan leren. Dat je denkt, als je op school denkt van, oh, straks ga ik er spijt van krijgen. Dus ga ik toch nu aan mijn huiswerk beginnen. En door die vrijheid en door de fouten die je maakt, leer je heel veel zelfstandigheid. En heb jij een blunder die je graag wil delen? Dat je denkt, nou, dat heb ik op Impuls gegeven. Ik ben echt snoeihard op mijn bek gegaan. Dat je denkt, dit is echt een drama geweest. Ik kan me nu eventjes niet zo snel Heb jij een voorbeeld? Nee, eigenlijk ook niet. En wat je ziet is dat wij leerlingen leren om zelfsturend te worden of autonoom te worden. Ook doordat ze risico's mogen nemen. Dat staat ook in de visie van de school. Leren zelf keuzes te maken betekent ook soms fouten maken en daarvan leren. Dat zeg je prachtig. En dat in onze persoonlijke ontwikkeling van het ILP staat cognitieve ontwikkeling. En lichamelijke ontwikkeling staat ook in verbinding met elkaar. Dat wil ook zeggen dat je als je jezelf ontwikkelt en dat je zorgt dat je genoeg rust hebt s'avonds. Dat je goed slaapt, dat je goed beweegt, dat je goed eet en drinkt. Helpt om uiteindelijk beter tot leren te komen. Dus ook op het individueel leerplan is er aandacht voor dat leefstijlstuk. Wat later in de PowerPoint nog langs komt. In coaching hebben leerlingen voor langere tijd dezelfde coach die ze begeleidt. Eén aanspreekpunt voor het kind, maar ook voor de ouders. We gaan door naar het volgende onderdeel, dat is setting. Op avontuur en onderzoek. En ik geloof dat jij daar iets over zou vertellen. Je hebt 4 keer in het jaar heb je een setting. Dat duurt ook ongeveer 10 weken. En dan kun je eigenlijk een hele grote presentatie maken over iets wat je interessant vindt. Want ik denk dat jullie allemaal wel een keer een spreekbeurt hebben gedaan op de basisschool. En dat is dan een presentatie over iets waar je misschien al veel van af weet. En dat ga je dan aan de klas vertellen. En hier is dat eigenlijk super groot. Ik heb de laatste periode heb ik mijn setting gedaan over advocaten. Omdat ik nu ook een beetje wil onderzoeken wat ik later wil worden. En we wouden toen stage lopen bij de Haan advocatenkantoor. Helaas is dat niet doorgegaan door corona. We hebben een interview gehad met een advocaat. En we hebben een heel veel onderzoek gedaan. En daar hebben we uiteindelijk een hele grote presentatie neergezet. Waar we ook heel trots op waren. We hebben ook heel veel ervan geleerd. En door die presentatie weten we ook al een beetje welke kant we op willen. Ik heb het gedaan met 2 derdejaars. Ik vind het een heel leuk setting. Ja. Oké, en waar ging jouw laatste setting over, Tigo? Mijn laatste setting ging over LOB. Dat is iets wat je in leerjaar 3 krijgt. Dat is loopbaanoriëntatie en begeleiding. En dan ga je eigenlijk onderzoeken wat je later wil worden. Eigenlijk wat jij ook al deed, maar jij had denk ik wel een beetje vrije keus. Wij niet, wij deden deze echt zeg maar over LOB. Zodat je komt er dan achter wat wil je worden. En dat doe je zeg maar door middel van hoofd- en deelvragen. Die stel je op. Aan het begin van een periode. En dan door de loop van de periode ga je dus antwoord geven op die hoofd- en deelvragen. En dan aan het einde van de periode ga je dat presenteren. Of in ieder geval, je levert het in. En dat. Ja. Een van de dingen die we normaal gesproken in de JA3 doen is setting in het buitenland. Dat leerlingen verschillende locaties kunnen kiezen waar ze ook een setting doen. Waar ze dus zelf een plan maken over wat ze in het buitenland gaan doen. Dit schooljaar zal dat niet meer zo zijn, maar we hopen dat het volgend schooljaar wel weer een onderdeel van de school kan zijn. Waar ging jouw laatste setting over? Jouw eerste setting? De kinderopvang. En waarom heb je dat onderwerp gekozen? Omdat ik dat een heel interessant onderwerp vind. Ik hou heel erg van kinderen. En mijn vriendinnen dachten hetzelfde en die wilden dat ook graag gaan doen. Dus dan dachten we, dan kunnen we leuk gezellig met z'n drieën samenwerken. En waar gaat je volgende setting over?
De bioscoop. De bioscoop, totaal iets anders. Maar dat startpunt van die ontwikkeling is ook wat we leerlingen zelf interesse in hebben. En soms is daar inhoud aan verbonden wat we verplichten. Maar meestal is het zo dat we kijken van, hey, dit wil je zelf gaan onderzoeken. Hoe kunnen we daar als vakdocent of als coaches goed bij aansluiten? We gaan door naar het volgende onderdeel van Impuls, dat is community. Dan gaan we weer naar dezelfde spreker toe. Waarom is er community op Impuls? Communities zijn eigenlijk verschillende groepjes. Zo heb je nou echt, ik weet niet hoeveel er zijn, 20 misschien. Heb je, nou, wij zitten in de ontvangstcommunity. Daar zit ik ook nog in een andere community bij, in de toneelcommunity. Daar heb je 2 keer in de week heb je tijd voor om daar met je groep te zitten. En dan doe je eigenlijk iets wat je leuk vindt. Zo heb je de horeca-community, daar ga je dingen bakken voor de school. Feestcommunity, die organiseert feesten, tuincommunity. Want elk huis heeft zijn eigen tuin en die onderhoudt die tuin dan. En 2 keer in de week heb je daar dus tijd voor om dingen te doen die je leuk vindt. En daar krijg je de vrijheid voor hier op school. En zijn er in de ontvangstcommunity alleen maar leerlingen die heel makkelijk voor groepen praten? Of is dat niet zo? Makkelijk. Zijn er leerlingen die het allemaal al kunnen? Nee, nou, sommigen gaan er ook in met het doel van, dat wil ik leren. Wat willen ze dan leren? Om beter te presenteren voor een groep die ze niet kennen. Oké, dus als er gasten zijn en ze die leren ontvangen. Zo hebben we ook de sportcommunity, dat leerlingen extra sport krijgen voor 1,5 uur in de week. Maar dat ze ook verantwoordelijk zijn voor het organiseren van onze sportdagen. He, dus dat ze niet alleen maar leuke dingen doen, maar dat ze ook zeggen, nou, daar krijg je ook wel verantwoordelijkheid mee. Onze feestcommunity die had dan normaal gesproken de Halloweenfeesten gedaan. Die heeft nu een verkleed naar schoolfeest gedaan en ook nog wat andere activiteiten. Zo zijn er in totaal 20 tot 30 communities waar leerlingen of docenten zelf keuzes in maken en dat vormgeven. En leerlingen maken die keuzes op basis van een ILP. En ze moeten ook solliciteren. Je komt niet zomaar in een community. Je moet zelf aangeven waarom wil ik erin en wat wil ik er eigenlijk gaan leren. De vakken en leergebieden. Dan hebben we gemiddeld per vak 3 docenten die daar les in geven. Dus bijvoorbeeld voor mensen en natuur zijn er 3 docenten die daar actief in zijn. Die hebben een heldere structuur in het vak, van het vak of leergebied richting het examen. In de onderbouw is dat ruimer opgezet, dat we kunnen aansluiten bij de beleving van leerlingen. En dat we ook zoeken naar verschillende typen opdrachten. Maar vanaf het examenjaar gebeurt dat vanuit een programma van toetsing en afsluiting, een PTA, met hele duidelijke doelen richting het examen. En dat we daar een lijn in hebben dat ze aan het begin van het schooljaar weten welke onderdelen moet ik afsluiten en welk cijfer krijg ik daarop. En onze vakdocenten kiezen ook bewust voor Impuls. Die volgen ook een individueel leerplan om tot ontwikkeling te komen. Omdat ze eigenlijk ook denken van hoe duidelijker dat is dat leerlingen en docenten op dezelfde manier leren, hoe beter ze dat ook aan leerlingen kunnen vertellen hoe ze zelf tot leren komen. Op It's Learning geven ze aan welke opdrachten er zijn. Die kunnen leerlingen ook terugvinden. En ze hebben 90 minuten per week les. En ze hebben de mogelijkheid om in onze PJ-academie Fries, Frans, filosofie, Chinees, Spaans of een ander vak te volgen. Dus bijna alle vakken bieden we op Impuls zelf aan. En voor een aantal vakken kunnen ze via de PJ-academie aansluiten om dat vak dan richting het examen af te sluiten. Kunnen jullie iets vertellen over de vaklessen van Impuls? Wie wil er iets over delen? Hoe gaat de vakdocent aan de slag? Hoe is hij dan die vakexpert die een heldere structuur heeft? Of hoe zorg je dan voor dat hij zijn lessen vormgeeft? Nou, je hebt zeg maar, ik heb het net ook al een beetje genoemd, zeg maar, je bent heel vrij. Dus je hebt een onderwerp gekregen, dat kan voor Nederland zijn, dat kan eigenlijk voor elk vak zijn. En daar krijg je een aantal leerdoelen bij. En aan die leerdoelen moet hetgeen wat jij gaat maken voldoen. En dan maakt het niet uit hoe je dat gaat invullen. Dat is heel vrij. En ja. En hoe krijg je daar feedback op? Dus hoe krijg je zicht op of het goed is of niet goed is? Of hoe leer je daar dan? Nou, dat doen we door middel van een rubriek. En daar vult de docent zeg maar in op bepaalde vlakken wat je daarop behaald hebt. Dus heb jij daar een goed op behaald? Heb je dat voldoende gedaan? Of heb je dat onvoldoende gedaan en moet je het nog even verbeteren? Zo heb je in ieder geval goed zicht op wat je wel en niet goed beheerst. En hoe is dat voor jou? Want je hebt voor het eerste periode lessen gehad. Wat valt je op bij de docenten van Impuls? Vooral heel erg wennen voor mij, maar ik vind het wel leuk. En dat het me opvalt dat dat het eerst wel wennen was tot allemaal online, want wij deden het op mijn oude school, deden het eigenlijk allemaal van boeken. Maar ik vind het wel fijner online, want dan kan je alles gewoon, dat is makkelijker ook om dingen in te leveren. En dan
als je thuis zit, dan kan je het ook gewoon inleveren. Ja, de leerlingen hebben allemaal bij binnenkomst krijgen ze een laptop voor zichzelf, die ze kunnen gebruiken om de opdrachten uit te werken en te maken. Wat valt jou in de lessen op van docenten? Als je een beetje kijkt van nou, als je een dag of een week lang les hebt gehad, wat valt je op aan de docenten die op Impuls lesgeven? Nou ja, ik vind alle docenten eigenlijk wel heel erg aardig. Ze geven allemaal wel een beetje op dezelfde manier les. Natuurlijk wel over andere onderwerpen. Ja, ik weet niet zo goed hoe ik het moet uitleggen. Maar het is heel erg, ze zijn niet bezig als met de hele klas. Maar ze zijn echt heel gefocust op jou als persoon. En bij iedereen dan weten ze een beetje wat hun leerdoel is. En daar gaan ze dan mee aan de slag. En ze behandelen iedereen ook als hoe diegene behandeld moet worden. Als je snapt wat ik bedoel. Ja. Dan voelt je dat prettig en die docent ziet wat je nodig hebt. Ja. En weet je dan duidelijk van welke beoordeling je hebt en hoe je dan uiteindelijk de volgende stap moet zetten? Hoe doe je dat dan? Nou, soms als ik vragen heb, je kan altijd naar de leraren stappen. En ze doen het ook, ja, stel je doet, je kan iets beter doen of je kletst te veel in de klas of zo. Dan gaan ze soms ook naar je coach en dan heb je het er met je coach over. En dan word je niet meteen op de gang gezet. Daar doen ze eigenlijk op Impuls niet aan. Maar dan gaan ze gewoon net als hoe wij nu zitten in gesprek met jou en je coach. En als het heel erg is met je ouders. En dan wordt er gewoon heel op een fijne manier over gepraat. Oké. Volgens mij wel. Dus eigenlijk zit hieronder van dat je goed contact hebt met docenten. Dat klopt dan ook, in ieder geval als ik jullie beelden zal horen. Is dat we heel veel tijd investeren te zorgen dat er een duidelijke structuur is. Waar leerlingen vanuit die duidelijke structuur zelf keuzes kunnen maken. Dat leerlingen weten van er is een docent die uiteindelijk met mij mijn route richting het eindexamen bewaakt. En me daar ook in wil helpen omdat hij me graag stapjes daarin verder wil brengen. We gaan door het volgende onderdeel. Dat is iets wat nu vaker in de spotlights komt. Aan het begin van het schooljaar hebben de leerlingen die hier zitten, hebben allemaal een bidon gekregen. We hebben watertappunten in de school gekregen. Ons schoolplein is aangepast. En er zijn verschillende activiteiten, onderdeel van het individuele leerplan, die we aanbieden richting leerlingen. Zo is er bijvoorbeeld in de thema's van voeding, beweging, slaap, nou, sociaal gedrag, maar ook sociale media, ontspanning en zingeving, is er een programma richting coaches. Dat het eigenlijk krijgt de laatste jaren steeds meer vorm, dat we aandacht willen besteden in onze school aan leefstijl als een belangrijk thema. Bijvoorbeeld dat we fruit in de school ook vanaf de komende periode zeker op alle afdelingen gratis fruit staat voor alle leerlingen. En zo'n voorbeeld om te zorgen dat leerlingen gezonder leven en ook meer bewegen. Zo zijn er activiteiten bijvoorbeeld als suppen, maar is er ook LO2 en BSM als examenvak. Dat gaat erover dat we niet alleen zeggen van het is leuk, het is belangrijk om beter tot ontwikkeling te komen, maar dat we ook de leerlingen de mogelijkheid geven, en heel veel leerlingen kiezen dat ook, om in sport als examenvak te gebruiken. En als er buitenschoolse activiteiten zijn met sport, zullen we er altijd aan deelnemen. Dus Olympic Moves of andere schaatskampioenschappen. Als het daarom gaat, zorgen we dat leerlingen de ruimte krijgen om daaraan deel te nemen. Dat geldt ook voor andere activiteiten, zoals bijvoorbeeld theaterlessen. Want in ons plusprogramma bieden we die theaterlessen aan om het beschikbare talent wat er in de school is te leren ontdekken, maar ook verder te vergroten. En dan zorgen we dat leerlingen daar ook geïnspireerd in worden. Zo zijn er ook projectdagen. En hebben we dit jaar kennis gemaakt met de LU. Dat is eigenlijk via een spelvorm ook tot kennisontwikkeling te komen. Dat is een digitaal bord waar je ballen op kan gooien. En daarmee sommen op kan lossen. Maar daar zijn we heel erg mee aan het ontdekken hoe we via spelvormen leerlingen tot leren kunnen laten komen. Maar leefstijl is een onderdeel van het IOP. Waar ook bijvoorbeeld kritisch gekeken wordt naar hoe slapen leerlingen, hoe gaan ze om met social media, hoeveel tijd besteden ze aan die social media en hoe worden ze daar ook vaardiger in en leren ze daar zelfstandig keuzes in maken. Het plusprogramma van Impuls kwam bij het weekrooster van Tigo ook al aan bod. En het plusprogramma is eigenlijk een verdieping en verbreding of een herhaling van de schoolvakken voor waar het nodig is. Dus als we leerlingen en examensroutes hebben, voornamelijk, dan zeggen we wat is er nodig om zeker te weten dat je op een goed niveau het examen af te sluiten. Dat vraagt per kind een andere behandeling, zoals we bij de vaklessen ook zien. Dan zorgen we ervoor dat er een gratis huiswerkinstituut is, waar leerlingen echt begeleiding kunnen krijgen als ze dat nodig hebben. Heel veel leerlingen zeggen dat ze dat zelf ook nodig hebben en kiezen daar dan ook voor. Maar dit gaat niet alleen om inhoud van het vak, maar kan ook gaan over theater, over sport- en spelactiviteiten en clinics. Kan over mindfulness gaan. Leerlingen hebben in het plusprogramma ook iets te kiezen. En we hadden de afgelopen periode boven de 200 aanmeldingen voor het plusprogramma. Sommigen moesten echt iets doen omdat de resultaten van economie of wiskunde tegenvielen.
Maar veel leerlingen zien het ook als een extra uitdaging die we op Impuls aanbieden. Waar leerlingen gewoon extra gemotiveerd worden voor dingen die ze leuk vinden. Of waar ze graag zich in willen verdiepen. We gaan door naar het volgende onderdeel. Dat is voor de aanmelding en intakegesprek. Tigo, kan jij iets vertellen over je intakegesprek van Impuls? Nou, intakegesprek. Iedereen die zich aanmeldt voor Impuls, die wordt uitgenodigd voor een intakegesprek. En eigenlijk is dat gewoon een kennismakingsgesprek waarin jij jezelf gaat voorstellen. Wie ben je, wat kan je en wat wil je? En nou ja, goed, eigenlijk gewoon een kennismakingsgesprek met ja, wie je bent en wat je zeg maar, ja, als school wil, zeg maar. En in dat gesprek ja, leert Impuls je dus kennen en leer jij een beetje Impuls kennen. En aan het einde van zo'n gesprek heb je dan, zeg maar, nou, dan kunnen we je dus gewoon aannemen. Of we zeggen van nou, misschien is het handiger om ook eens bij een andere school te gaan kijken. Omdat, ja, eigenlijk is voor iedereen nou, een andere school, zeg maar, goed. Ja. Hoe was jouw intakegesprek 3 jaar geleden? Ja, zo lang terug. Nou, dat was wel gewoon een leuk gesprek met 2 docenten. Meestal is het een docent en een leerling. Ja, het was gewoon een goed gesprek. En ja, ik heb daar in Impuls leren kennen en de eed van Impuls afgelegd. Dat is ja, een eed waarin je zeg maar tekent dat je staat voor een goede leer- en leefgemeenschap, toch? Ja, ja nou, dat was wel. Ja, ik vond het heel spannend, maar ja, dat hoeft niet. Hoe is het voor jou, die intakegesprek? Oh, ik weet nog als de dag van gisteren. Ik vond het zo eng. En nu is het. Mijn wiskundelerares was er en nog iemand anders, maar ik weet niet welke lerares dat was. Maar ik vond het echt super spannend, want ik wou zo graag naar Impuls. Want toen ik hier meteen binnenkwam, wist ik al, ja, dit is mijn school, dus ik wou zo graag aangenomen worden. En ik zat er echt en nou, ik zweet en ik word echt niet goed. Maar ik heb heel veel tijd ingestopt voor een filmpje, voor mijn intakegesprek. En uiteindelijk gingen ze even, nou, zeg maar, uit het lokaal, gingen ze even spreken en toen werd ik aangenomen en toen was ik super blij. En ik heb het wel ervaren als iets, ja, als iets moois eigenlijk. Maar ik vond het wel super spannend. In jouw intakegesprek heeft het heel anders uitgezien. Kan je dat eens vertellen hoe dat eruit zag in de coronatijd? Nou, vanwege corona hebben wij dus niet echt een intakegesprek hier op school gehad. Maar hebben we dat via een filmpje gedaan. Dus toen heeft, nou ja, alle eerstejaars die hier nu op school zitten. Die moesten een filmpje opnemen. En... toen, ja, in dat filmpje moesten we eigenlijk volgens mij gewoon precies hetzelfde vertellen. Ja. En, nou ja, en dan, maar dan in een filmpje. En ik vond het wel, ik was heel zenuwachtig voor, voordat ik het ging opnemen. En ik heb het ook helemaal gemonteerd en zo, maar aan het einde vond ik het heel leuk geworden. En toen had ik het ook nog aan mijn ouders vol enthousiasme laten zien. En gemaild. Ja, het doel is dat we bij zo'n intakegesprek een helder beeld krijgen dat je bewust kiest voor Impuls. En dat je niet denkt van nou, ik schrijf me gewoon ergens in en laat maar. Maar dat je een bewuste keuze maakt om onderdeel uit te maken van de school. En dat is het belangrijkste. En het afwijzen van leerlingen gebeurt dan ook bijna niet. Tenzij ze helemaal niks hebben voorbereid en niks van de school weten. Dat als we vragen van hé, wat is de setting eigenlijk? En dan zeggen, oh, ik heb er nooit van gehoord. Dan vragen we ons van nou, misschien moet je nog een keer goed kijken wat we eigenlijk doen. En hoe we met leerlingen werken. En soms is het voor ouders ook een moment om te kijken, het past deze school bij ons? En misschien heb je dat wel als je dit filmpje beluistert of bekijkt, dat je denkt, oh, deze mensen spreken de taal die ik heel prettig vind. Misschien is het wat te snel of dat ze niet, dat kan allemaal. Maar dat je kijkt van, past die school bij mij? Dus in het intakegesprek krijgen leerlingen vooraf een brief die ze moeten voorbereiden. Er staan ook vragen in voor ouders. Van, hoe zie jij je bijdrage aan de school? Want ook van ouders verwachten we dat we... Als er iets is dat ze deelnemen aan activiteiten en dat ze betrokken zijn. En soms gaan de dingen heel goed op een school, soms gaan dingen niet goed op een school. En dat ouders dan niet denken van, nou, ze moeten het anders doen. Maar hoe gaan wij samen zorgen dat we het anders gaan doen? Hoe gaan ouders met school samenwerken om zorg te dragen dat leerlingen op een hele goede en een positieve manier met elkaar kunnen werken en leren? En dat je eigen zoon of dochter goed zijn of haar examen haalt. En daartussen zit natuurlijk een hele mooie middelbare schooltijd waar we hopen dat ze van genieten. Misschien wel het belangrijkste van allemaal. Het doel is uiteindelijk van een intakegesprek is de verbinding aangaan. Dus echt aan elkaar uitspreken. We kiezen om met elkaar samen te werken en onderdeel van elkaars leerproces uit te maken. En van de leergemeenschap van Impuls uit te maken. Nou, als je meer wil weten, zeiden we eerder al, zet in de comments je vragen. Bezoek onze website, dus pieterjellis.nl/impuls.
Op Facebook zijn we ook redelijk actief. En ook zijn oud-leerlingen actief om te reageren en te zien wat we doen. Dus er is een post-impulsgroep waar je ook nog naar kan kijken. Als al die afgeschermd zijn, ben ik bang. Op Instagram kan je ons ook volgen. Daar zie je eigenlijk wat foto's en filmpjes van dingen die wij de laatste tijd hebben gedaan. Kan je ook wel terugscrollen om te zien wat we de afgelopen jaren hebben gedaan aan activiteiten. Dat zijn natuurlijk wel wat activiteiten met een suikerlaagje eromheen. Het belangrijkste als je impuls wil leren kennen, vraag het de leerlingen. Vraag het iemand die je kent die ervaring heeft met impuls. Vraag het iemand waarvan je graag weet dat ze kritisch kijken naar scholen. En die meer zouden kunnen vertellen over de school. Impuls is geen glazen huis of een roze wolk. Het is een school waarin we op zoek zijn, ook als docententeam, om ons constant te ontwikkelen. En ook wij nemen risico's om te kijken hoe we de beste vorm van onderwijs kunnen vormgeven. Dan nodigen we onze docenten ook voor uit om te zeggen, probeer nieuwe dingen uit om te ontdekken wat het beste is. Dus impuls, wat ik net al zei, is niet die roze wolk. Maar je merkt wel dat we als school altijd ons best zullen doen om het op zo goed mogelijke manier vorm te geven. En, zoals jij eerder ook al zei, te leren van de fouten die je maakt. En dan hoop ik ook dat we met elkaar heel veel fouten mogen maken en van elkaar mogen leren. Ik vond dit filmpje trouwens, wat vonden jullie ervan? Nou, ik zijn ze afgehaakt na 15 minuten of niet? Het zou zo maar kunnen. Nee, ja? Ik weet niet. Ik hoop het natuurlijk niet. Ja, ik vond als wel, dit zien niet. Als we dit zien nee, niet. Zou ze blijven hangen? Nou, compliment voor de mensen die nu nog kijken. Ja, als je nog kijkt, is het wel echt een waardering waard. Ja, ja. En, nou ja, dan doe je ook even de moeite. En wat zou je nog echt al impuls willen delen? Ja, ik heb me helemaal niet over verteld. Dat is echt gemist. Gemiste kans. Nou, misschien iets meer over coaching of zo. Want het was net gewoon even, ja, coaching en een coachkring. Alleen, dat klinkt nu heel erg alsof ik de school verkoop, maar dat is echt niet zo. Alleen, ik vind coaching echt zo fijn, want ik kan het heel goed vinden met mijn coach. Mijn coach is Cora. En het is niet zo dat we elkaar alleen spreken met coaching, met portfoliogesprek. Maar ook heel even daartussen gaan we wel hebben we wel eens even een gesprekje. En dat gaat niet alleen maar over rozen en water. Dat gaat ook over serieuze dingen. Of ik weet niet hoe je dat noemt. Maar ik vind het echt een heel goed vertrouwenspersoon ook. Waar je alles aan kan vertellen. En dat vind ik heel fijn. Heel mooi. Bedankt voor de aanvulling. Tiger, heb je nog een aanvulling? Ja, hebben we echt de plank volledig misgeslagen? Wat zijn we een idioten? Nee, eigenlijk niet. Het was volgens mij allemaal heel helder. En we hebben een mooie PowerPoint. Nou, we hebben dit filmpje. Ja, toch? We gaan voor de 1000 hits. Hè? Dat gaat ons lukken. En heb je ergens aan te vullen? Hoe vond je dit? Ik vond het leuk om te doen. Ja? En we hebben wel één keer in de zoveel tijd, ik weet niet of dat voor iedere persoon zo is, heb je met je coach nog een soort van 10 minuten gesprekje of zo, waarin je het gesprek aangaat van hoe het gaat. Ja, dat is gewoon alleen coach en leerling. Een coach is constant bezig om te kijken hoe gaat het met je, hoe schud je erin en hoe zorg je ervoor dat, je vanuit je eigen wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik. Goed de juiste dingen ontwikkeld en dat er ook echt aandacht is voor hoe het met jou gaat in de school. Dat is wel een duidelijk beeld en dat willen jullie allemaal nog extra in de spotlight zetten. Hij schakelt even. Het duurt even. Maar ik wil jullie namens Impuls enorm bedanken voor jullie inzet en voor jullie openheid. We hadden niet heel veel voorbereid. We zeiden, gaan gewoon die PowerPoint klikken en we zien wel waar het gesprek op uitkomt. We hebben het over community en setting gehad. Oh, zal jij dat al vertellen? Pak jij dat dan op? Maar enorm bedankt. En ik hoop dat iedereen die dit filmpje kijkt met plezier heeft gekeken. En als er vragen zijn, stel ze gerust. De leerlingen geven de antwoorden. Dat doen ze zoals jullie hebben gezien in het filmpje. Zonder boycott of zonder censuur. Ze moeten open en transparant kunnen zeggen wat we doen en wat we ook soms niet doen. En dat is ook belangrijk, want dan krijg je een eerlijk beeld van de school. En dat is belangrijk voor jullie om een goede keuze te maken voor de school. Ik wens je er veel succes mee. Leeuwarden heeft gigantisch mooie scholen. Zowel van PTL als andere scholen. En ik wens jullie als leerling en als ouder heel veel succes met de school te kiezen die bij jullie past. En schakel nog één keer over naar onze leerlingen. Dit is weer eventjes. Rest ons niks anders dan te zeggen tot ziens, doei, later. En ze zijn er heel enthousiast over. Dat zien jullie allemaal.